Welkom allemaal bij Science by Stars en we bespreken hier mitose versus meiose, de verschillen tussen die mitose en die meiose in die verschillende fases van die celdeling. Let even op, de mitose versus meiose is een les die valt binnen een grotere lessenreeks omtrent de celdeling en je kan beter zien dat je die voorgaande thema's zoals mitose, meiose, die celcyclus, dat je die goed hebt begrepen vooraleer je hiermee van start gaat, want het is een redelijk pittig lesje als je die voorgaande thema's niet onder de knie hebt. En ik begin met een overzichtje te geven van alle grote verschillen tussen die mitose en die meiose. Eerste verschil natuurlijk is mitose gebeurt in alle cellen buiten virussen. Virussen zijn geen levende wezens per definitie. En de meiose zien we alleen terugkomen bij de dieren, de planten en de fungi. We zien dat die mitose die gaat lichaamscellen, oftewel met moeilijke woordjes somatische cellen produceren. Terwijl die meiose die gaat gameten of met een ander woordje de voortplantingscellen produceren. De mitose die bestaat uit één grote celdeling, terwijl die meiose uit twee opeenvolgende celdelingen bestaat. Waar we dan ook verder zien dat die mitose een korte profase heeft, heeft die meiose een langere profase. Dat heeft natuurlijk te maken met de crossing over die in die meiose plaats zal vinden. Zoals we net zeiden, geen crossing over bij die mitose, wel die recombinatie en die crossing over tijdens die eerste profase van die meiose. In de metafase zien we ook een belangrijk verschil. We zien dat bij de mitose individuele chromosomen op het evenaarsvlak gaan liggen, terwijl bij die meiose gaan de homologe chromosomen paarsgewijs op het evenaarsvlak liggen. In de anafase zien we dat bij de mitose de zusterchromatiden migreren naar de polen, terwijl in die eerste anafase zien we bij de meiose dat homologe chromosomen migreren naar de polen en pas in die tweede anafase die zusterchromatiden migreren naar die polen. We krijgen in de mitose twee diploïde genetisch identieke dochtercellen en in die meiose krijgen we vier haploïde genetisch unieke dochtercellen. Eventjes opletten, als we hier te maken hebben met de oogenese, dan krijg je er maar eentje, omdat we dan drie polygaampjes krijgen. En dan gaan we eens de verschillende fases naast elkaar leggen. Hier zie je de profase van de mitose en hier zie je dan de profase 1 en profase 2 van de meiose. En je ziet hier het grote verschil al. Je ziet hier die chromosomen, die gaan hier allemaal mooi naast elkaar op het evenaarsvlak liggen. Tijdens die profase gaan die richting uit. Van het moment dat die op het evenaarsvlak liggen, breekt die meiose de metafase aan. En hier gaan die heel mooi in die eerste profase paarsgewijs liggen. Dus homologe chromosomen gaan naast elkaar liggen. En het is pas in die tweede profase dat we hier de vergelijking kunnen maken met die profase van de mitose. Dat telt trouwens voor heel het geheel. Eigenlijk lijkt profase 2 veel meer op de profase van de mitose. De profase 1 is een beetje een buitenbeentje. In de metafase zien we in de mitose dat hier de zusterchromatiden uit elkaar getrokken worden. En van het moment dat die uit elkaar zijn, spreken we terug van chromosomen, enkelvoudige chromosomen. Terwijl in de metafase 1 gaan homologe chromosomen eerst uit elkaar getrokken worden. En pas in de metafase 2 gaan de zusterchromatiden uit elkaar getrokken worden. In de anafase van de mitose zien we hoe dat die zusterchromatiden naar de polen migreren, terwijl in die anafase 1 zijn het nog de homologe chromosomen en pas in anafase 2 zijn het de zusterchromatiden. Even een opmerking, het spoelfiguur van die tweede anafase staat altijd loodrecht op het spoelfiguur van die eerste anafase. Bij de telofase van de mitose zagen we de despiralisatie van de chromosomen tot chromatine. We zagen de vorming van ons kernmembraan, maar dat zien we niet in telofase 1, omdat na die telofase 1 natuurlijk onmiddellijk een nieuwe celdeling gaat beginnen, die tweede meiotische deling. Dus we krijgen geen despiralisatie, geen decondensatie en geen vorming van de kernmembraan, wat we wel allemaal zien in die telofase 2. In de cytokinese krijgen we dus bij de mitose de vorming van twee diploïde dochtercellen. Bij die cytokinese 1 krijgen we geen despiralisatie, geen decondensatie. We krijgen twee haploïde dochtercellen, want kijk hier, van het grote chromosoom hebben we eigenlijk alleen nog maar informatie van de moeder. En van het kleine chromosoom hebben we hier alleen nog maar informatie van de vader. We hebben wel twee chromosomen van de vader, twee zusterchromatiden, moet ik eigenlijk juist zeggen, van de moeder. Maar genetische informatie van nog maar één individu. En in die tweede cytokinese hebben we vier haploïde dochtercellen. Een overzichtje dan, en dit is misschien een beetje overweldigend, maar we gaan hier beginnen. We zitten hier in de interfase en na de DNA-replicatie komen we hier in die nieuwe fase waar ons DNA verdubbeld is. En dit stukje is gemeenschappelijk voor zowel de mitose als de meiose. En dan kan de cel twee kanten op gaan. We kunnen richting mitose gaan en we kunnen richting die meiose gaan. En ik heb hier bewust gekozen voor de profase van de mitose samen te laten vallen met die profase 2 van die meiose. Want we zien dat
deze fases eigenlijk heel gelijklopend zijn. Die mitose en die tweede meiotische deling, die lijken heel sterk op elkaar. Het is die eerste meiotische deling die een beetje anders is. Zeker en vast al vanuit die crossing over die gebeurt in die profase 1, maar ook verder vanuit het niet vormen van de kernmembraan en het niet despiraliseren van de chromosomen. En dan nog eens hetzelfde schemaatje, maar dan met het aantal chromosomen en de diploïditeit en de haploïditeit erbij gezet. We zien hier een moedercel, die is diploïd en die heeft van alles twee aantal chromosomen. In die S-fase, in die DNA-replicatie, heeft hij nu zijn aantal chromosomen verdubbeld. Nu heeft hij er 4. Dus van elk chromosoom 2 van de vader en 2 van de moeder. Gaat hij naar die mitose, dan blijft hij diploïd en dan gaat die aantal, die 4 chromosomen, verdeeld worden. Dus we zien hier 1, 2, 3, 4 grote chromosomen. 1, 2, 3, 4 kleine chromosomen, chromatiden in dit geval nog, omdat ze nog net aan elkaar vasthangen, die worden verdeeld over de dochtercellen en van het moment dat we hier die insnoering krijgen, die vorming van dat kernmembraan, dan zien we terug dat die cel diploïd is met van elk chromosoom 2. We hebben hier 2 grote en 2 kleintjes. En dat is de mitose. Gaan we richting die meiose, dan starten we hier op hetzelfde punt. We starten hier met 2 en is 4, dus we hebben van elk chromosoom hebben we er 4. En dan in die eerste meiotische deling gaan we hier naar een nieuwe fase waar dat we 2N is 4 en op het moment dat die insnijding is gebeurd zijn we niet meer diploïd, want we hebben geen genetische informatie niet meer van 2 personen, we hebben nog maar genetische informatie van 1 persoon en we hebben voor elk chromosoom hebben we er 2, dus N is gelijk aan 2. In de volgende meiotische deling zien we dan dat we van N is 2, de zusterchromatiden gaan nu uit elkaar getrokken worden en we komen uiteindelijk op een situatie dat we van elk nog maar 1 chromosoom hebben en dus N is 1. Hier nog eens een speciaal schemaatje, maar dan toegepast op het aantal chromosomen van de mens. Als we in die interfase zitten, dan hebben we 23 paar chromosomen. En het is na die S-fase dat ons 23 paar chromosomen verdubbeld zijn. Dus we hebben nog steeds maar 46 chromosomen in totaal, maar elk chromosoom bestaat dan uit 2 zusterchromatiden. Het is na een normale mitotische deling dat wij terug in die diploïde fase komen, dat wij van alles 2 chromosomen hebben. Als we naar die meiose gaan kijken, en hier even opletten, deze tekening die start met het dubbel aantal chromosomen, dus hier starten we met 2 chromosomen, terwijl hier starten we er met 4. Dan zien we hier opnieuw in die interfase, we hebben 46 chromosomen, 2 paar van alles, in totaal 23 paar. In die S-fase hebben we nog steeds 46 chromosomen, maar die chromosomen die gaan opnieuw verdubbeld zijn, dus we hebben in totaal 92 chromatiden. Na die eerste meiotische deling gaat dat halveren, hebben we 46 chromatiden, en na die tweede meiotische deling hebben we nog maar 23 chromatiden, 23 chromosomen, zitten we in die fase N is 1. Dat was het voor het verschil tussen mitose en meiose. Heb je iets niet goed begrepen? Ga dan zeker nog naar die respectievelijke lesjes kijken. Alvast bedankt voor het luisteren.